Je hebt met hypnose kunnen mensen heel makkelijk dingen vergeten. En als je dat nou dus nou koppelt naar dyslexie, die mensen die blijven steeds bepaalde dingetjes vergeten. En dyslexie, dat kun je ook doorgeven via de genen. Dus ik denk dat hypnose ook door te geven is via de genen. En er gaan ook andere filmpjes over. Dus er is wel meer wat met hypnose heeft te maken, wat ook valt het door te geven. En ja, je kunt er zelf ook wel over nadenken, maar ik heb heel veel erover. En dat zit in het filmlijst Nostradamus. En dan, als u daar kijkt, vindt u veel meer. Het gaat overigens ook over andere minder leuke dingen, zoals mensenhandel en hypnosehandel, patenthandel enzovoort. Maar ja, wat kunnen mensen dan vergeten wat dyslectisch is? Nou, ze kunnen heel veel vergeten. Alles wat met vergeten heeft te maken en met moeilijk aanleren, zou je in principe dan dyslexie kunnen noemen. Maar je zou het ook hersenbeschadiging kunnen noemen, geheugenverlies. En het zou ook met hypnose te maken kunnen hebben. En aangezien er dus heel veel mensen dyslectisch zijn, en het worden er steeds meer, ja, ik denk dat het ook heel veel met hypnose heeft te maken. En wat volgens mij ook met hypnose heeft te maken, dat is een soort overcompensatie, wat iemand automatisch heeft om dingen te compenseren die je tegenkomt. Bijvoorbeeld, je hebt het zwaar in het leven, en je denkt, ik zet door en je krijgt ineens een extra boost kracht. Extra kracht bedoel ik. Dat is ook een soort overcompenseren. Je bent moe, maar bam, je zet je eroverheen. Sportmensen die weten wel wat ik bedoel. Maar ADHD'ers hebben dat in feite ook. Die hebben dat van nature, een soort extra drukheid in hun hoofd. Die anderen alleen maar zouden ervaren als zij moe zouden worden. Bijvoorbeeld je wordt moe en je wordt wat druk in het hoofd. Je krijgt het allemaal niet meer goed binnen. En ja, een normaal mens die denkt dan, oh, ik ben moe, ik kap ermee. Of ik neem een bakje koffie. Maar bij een ADHD'er werkt dat niet. Want een ADHD'er of ADD, die heeft dat gewoon standaard in mijn zal. En als die dan dus, die heeft gewoon eigenlijk denkkracht te weinig. Die moet een booster hebben, waardoor het in het denken wat makkelijker gaat. Maar omdat diegenen, die zijn het ook wel gewend, die leven nou eenmaal gewoon zo. Maar als dat soort mensen dus amfetamine nemen in plaats van een bakje koffie wat een ander nodig heeft, dan hebben ze ineens wat extra energie, waardoor het allemaal makkelijker draait in hun hoofd. En dan kunnen ze het allemaal veel beter overzien. En dat is dus ook ADHD. En ik denk dus dat dat in principe ook een beetje heeft te maken met een te volle zielen in hun hoofd, wat overdraagbaar kan wezen door middel van hypnosissen, wat hun voorouders misschien op elkaar hebben uitgeoefend of wat dan ook. En dat zal allemaal veel en veel meer voorkomen naarmate mensen steeds meer elkaar blijven hypnotiseren. Want ja, een kind die vertrouwt diens ouders en is daarom heel goed te hypnotiseren.